Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ben halverwege mijn ochtendroute. Ik sta nu even voor de Daltonschool in Oostgeest. Ik krijg nogal wat vragen over mijn fietshelm. De vraag is dan, is de fietshelm verplicht? Het antwoord is nee. Ik draag deze helm, die echt heel licht is, voor mijn eigen veiligheid. Als ik val, om wat voor reden dan ook, dan ben ik in ieder geval optimaal beschermd. Op de tweede plaats zien andere weggebruikers dat ik iets sneller kan gaan dan de gemiddelde fietser. En dat vind ik ook veilig. Tot straks. Het is kouder geworden. Ik heb een muts opgezet en het regende, dus ik heb mijn kapje overheen gedaan. Ik sta nu voor Oud Poelgeest. Dat is een kasteel uit de middeleeuwen wat gerestaureerd is. En het verhaal gaat dat het jaren geleden is verkocht door de gemeente Oostgeest voor een gulden in die tijd aan de Shell en aan Schiphol. En daardoor is het kasteel behouden gebleven, want het gebouw stond op instorten. Dit verhaal heb ik gehoord van een cliënt van mij. Mijn ochtendroute zit erop. Ik heb vragen binnengekregen over de terugblik waarin ik een paar maanden geleden het een en ander aan jullie heb verteld. Hier of hier vind je een link naar die vlog. De vraag is, doe je de terugblik nog steeds dagelijks? Het antwoord is ja. En wat brengt het mij? Het brengt dat als ik de terugblik heb gedaan, dat ik energiek kan opstaan. Meer energiek als dat ik een uur zou gaan slapen, bijvoorbeeld. Ik ga dan liggen en ik doe mijn ogen dicht. Ik zorg dat het vertrek waar ik lig verduisterd is. En zo kan ik dan op een ontspannen manier in de Savasana-houding, dat is een yoga-houding die ook wel de lijkhouding wordt genoemd, kan ik de film van de dag laten terugdraaien tot het moment dat ik wakker werd. Daarna keer ik weer terug naar het hier en nu. En vervolgens doe ik een korte vooruitblik naar hetgeen ik nog allemaal te doen heb die dag. En vervolgens keer ik weer terug en dan blijf ik ongeveer een half uur tot drie kwartier liggen met gesloten ogen. Mijn pupillen houd ik stil. Mijn tong laat ik iets naar achter in mijn keel zakken, zodat ik totaal ontspannen ben. En dan denk ik, mijn aandacht is alleen nog bij mijn ademhaling en vooral dan bij de uitademing. En ik observeer alles wat er om me heen gebeurt. Ik hoor alles. En ik zie het niet, maar ik, ja, toch, het klinkt dan misschien vreemd, maar ja, als ik mezelf, als ik heel moe ben, wil ik wel eens even in slaap vallen en dat observeer ik dan van mezelf. En dan kom ik onmiddellijk weer terug in het hier en nu. Ja, het is bijna, eigenlijk wel een beetje merkwaardig misschien dat ik dat zo vertel, dat ik mezelf zie slapen, maar toch gebeurt dat wel. En dan onmiddellijk, ik merk het aan mijn ademhaling, die gaat dan anders. En dan kom ik toch weer terug in het hier en nu. En dan let ik weer op een wakkere in- en uitademing. Ik heb ook veel vragen gekregen over het positief denken. Hoe doe je dat in het dagelijks leven? Wel, het dagelijks leven is natuurlijk
permanent een uitdaging, want ik heb met van alles en nog wat te maken. En kijk, mijn insteek is wel dat ik positief in het leven sta, maar natuurlijk kom ik ook problemen tegen. En op het moment dat ik me realiseer, ik heb een probleem, dan gaat er bij mij een lampje branden. En dan denk ik weer, oh ja, problemen bestaan niet, alleen maar oplossingen. En dat is de reden dat ik deze foto's aan de binnenkant van mijn werkkamer heb hangen. Bijna 25 jaar geleden fietste ik door de binnenstad van Leiden en ik passeerde dit gebouw. Een monument met een oud winkeltje aan. Ik werd helemaal warm van binnen en ik zag het helemaal voor me dat ik dat winkeltje zou runnen. Ik had geen idee wat ik wilde verkopen. Ik werd daar helemaal blij van. Ik ben weer verder gefietst. Ik heb dat idee losgelaten. Ik was op dat moment ongeveer 38 jaar. Ik woonde met mijn echtgenoot en 4 kinderen aan de rand van de binnenstad. En ik werkte als psychiatrisch verpleegkundige in een grote GGZ-instelling. Nou, mijn leven ging door. En na 10 jaar hebben mijn echtgenoot en ik dit pand aangekocht. Dit is hetzelfde pand, maar dan ongeveer 100 jaar geleden. Het pand zelf is nu 150 jaar oud. Goed, wij kochten dat pand aan en kijk, dan heb je nog niet direct een winkeltje, wel het gebouw zelf. Vijf en een half jaar geleden heb ik in dat winkeltje samen met 2 collega's het besluit genomen om Koeproen Thuiszorg op te richten. Dat winkeltje, dat draait nog steeds, draait op volle toeren. En als ik bij mezelf bemerk dat ik in problemen aan het denken ben, dan kijk ik weer snel naar de foto van dat winkeltje. En dan denk ik, oh ja, positief denken. En dan zie ik het resultaat van het doel wat ik wil behalen, zie ik voor mij, het is al zo, ik word daar blij van en dan ga ik in dat gevoel mijn acties uitzetten en uitvoeren. Dit was Koeproen aan de randen van de thuiszorg. Graag tot de volgende vlog.